Maar genoeg geluld. Want vandaag gaan we iets vets doen. Vandaag gaan we namelijk Star Wars Battlefront 2 spelen. En de reden daarvoor is, de game is enorm veranderd de afgelopen maanden. Gelukkig. For the better. Hij is natuurlijk rampzalig gelanceerd. Maar er is ook een nieuwe game mode. En die heet Capital Supremacy. En die schijnt best vet te zijn. Ik heb er wat dingen van gezien. En dat zag er goed uit. Het is een battle die zich plaatsvindt op een planeet. En je moet points capturen. En wanneer je die points gecaptured hebt, dan ga je door naar een capital ship. En dan, als jij de points gecaptured hebt, ga je naar de capital ship van je tegenstander. Captured de tegenstander jouw points, dan gaan ze naar de capital ship van jou. En dan heb je één kans om hem op te blazen. Lukt dat niet, ga je weer terug naar de ground en dan ga je het opnieuw uitvechten. Dus vandaar. Even kijken. Capital Supremacy. Laten we gelijk in een potje duiken. De game zou nu ook, er is heel veel pop in, zie ik al wel. De game zou nu ook beter squadplay moeten ondersteunen. Ik zie al gelijk wel dat ik in een squad van 4 guys zit. You gotta give me some slack, want ik heb het echt lang niet gespeeld. En als ik speel, speel ik eigenlijk alleen maar Starfighter Assault. Onze eerste kill hebben we al. Zunio, goeie avond. Zunio speelt dat ook. Oh, nee. Ah, fuck. Hei. Nou, squad spannen, dat is ook wel echt, echt belangrijk. Ja, we waren ook uitgenodigd, Dijka. We waren ook uitgenodigd. We kunnen heavy doen. Een beetje wat suppressive fire neerleggen, maar laten we het maar gewoon even zo spelen. Ik vind het mikken altijd zo lastig bij Battlefront, man. Spelen je altijd first person of third person? En dit is best wel kut, want die Trade Federation robots, die zijn zo fucking dun en bruinachtig. Die hebben hier gewoon fucking camo daardoor, man. Wij lopen in fucking witte pakjes. Ai. Ja, ik had begrepen dat er bots bij zitten, zodat we 64 players hebben. Ja, third person heeft wel een voordeel inderdaad, ja. Heb je ook een camo skin? Ja, maar die heb ik dus niet. Die moet je volgens mij vrij spelen, toch? Dus die heb ik niet. Oh, waar de fuck is hij? Oh, hey, kom. Klim eens eroverheen, gek. Fuck! Oh, ik zie. Oh, er zit nu wat meer cooldown op de roll. Zie, volgens mij kon je eerst nog om unlimited die roll hitten. Spammen vooral. Tenminste, dat idee had ik. We have started to capture a command post. Okay, ze komen hier vandaan. Waar de fuck is die? Dit blijft toch wel een van de mooiste map, Kashyyyk. Maar ik vind hem toffer bij Galactic Assault. Want dan kan je ook nog tussen die bomen doorvliegen. Ja, dit is echt kansloos. Yo, Dutch Mania, what's up? Goedenavond.
outpost has been lost. Kom op, kom op, kom op. Oh god, ik zie lightsabers. Oh, fuck, there's Maul. It's all over the fucking place. Ja, daar gaan we. Kazeman, what's up? Even een monstertje erbij voor mijn jetlag. Even kijken. Yoda, fucking defend me, man. Fucking defend me, bro. Yes. Ik hoor alleen nog steeds een Darth Maul, denk ik. Doen we hier eruit? Nee, hè? Godver. Denk je dat er nog iets aangekondigd gaat worden op Made of Forth? Nee. Door wie wordt nou gehit? Laten we E gaan capturen. Nee. Get the fuck away from me. Ja, fuck it, ik wist het niet. Ik denk dat we die aankomende week opnemen, Daika. Het verbaasde me dat zoveel mensen toch spoiler review wilden. Ja, jullie hebben hem natuurlijk waarschijnlijk al wat eerder gezien dan wij. Dus misschien is onze beleving iets anders. Ik haat heroes, man. Kom op, kom op, kom op! Waar de fuck is die? Oh wow, die aim is echt sick. Waar de fuck is mijn cooldown? Gelukkig. Man, nog steeds niet dood, hè? Ik heb in ieder geval nog iemand meegenomen in mijn graf. Ja, Jelle is weer helemaal oké. Okay. Jelle is weer helemaal oké, okay, dus maak helemaal geen zorgen. De jongen redt zich wel. Dat is wel unavailable. Wat is dat nou voor bullshit? Oh shit! Shit! Ik dacht dat het een turret van ons was. Fucking nerdje dat je er bent. En vandaag trouwens een uitnodiging gekregen voor de F1 2019 beta. Serieus? Ik niet. Maar hopelijk krijg ik die wel gewoon via de uitgever. Oké, okay, nu gaan we heel slecht, jongens. Fucking mal. De hele fucking tijd. Oké, die hoort bij mij. We moeten stoppen met dit. Ik hoor hem wel. Het is Grievous. Oh, shit. Ai. Kon hij dat daarvoor niet, dan Zunjo? Koos, kan je even een goed woordje voor me doen dat jij en Hielke mij kiezen als nieuwscenter? Ik heb het gehoord, ja, inderdaad. Dat je had gesolliciteerd.
Zal vast wel goed komen, Silly. Ik heb al wel een goed woordje voor je gedaan, in ieder geval. Ik heb in ieder geval gezegd dat je wel een guy bent die reliable is. Die volgens mij ook wel gemotiveerd is. Dus, en dat meen ik ook. Dat zeg ik niet omdat je gesubbed bent. Damn, het is ver lopen, man. Ik heb ook al die star cards nog niet, hè. Maar het zijn ook niet per se verhalen, het is gewoon het nieuws natuurlijk. Ik ben wel hyped voor Star Wars, maar het is niet meer zoals ik dat was voor The Last Jedi. Ik dacht echt dat The Last Jedi de beste Star Wars film ooit zou worden. Het bleek de slechtste te worden. Hoe stap je hier ook weer in? Frankfurt voor tegen Chelsea, what the fuck? Ja, je mist er niks aan, Rudox. Ik heb hier wel een poster ervan hangen, maar ik vind het echt een dramatische Star Wars. Ik heb hem laatst nog een keer gekeken. Voor de vierde keer of vijfde keer of zo. Met zoiets van, misschien vind ik hem nu wel goed, maar nee. Het is en blijft kut. Ik heb ook Han Solo op Blu-ray, ik heb ze allemaal op Blu-ray. Solo vond ik ook, hè. Solo was prima. Dat is vermakelijk. Het zou knap zijn als we deze in één keer kunnen halen. Kijk, eerlijk is eerlijk, dit ziet er wel tof uit, toch? Ja, Rogue One was ook tof, alleen die had nog veel toffer kunnen worden. Kijk, als we dus deze winnen... Dit stukje, dan hebben we gewoon het hele potje gewonnen. Hey, beast! Safety maanden alweer, man. God damn. Oké, mooi. Hey, maar thanks beast. Thanks voor je sub, man. Appreciate that. Ah, fuck. Ik wilde net mijn granaat gooien in de deur. Keep me alive, keep me alive. Help me. Ja, kijk, dat bedoel ik. Dat is wat we nodig hebben. Don't let them get in here. Oh, dit gaat... Als we deze al meteen snel kunnen hebben. Het is nog een klein stukje. Dan gaat het lekker. Ja hoor. Hoppakee. Gelijk door naar A. Hey, maar serieus. Is mijn armen nou gewoon vies geworden? Dat vind ik wel sick als dat zo is. Ja, toen ging ik down. I sacrificed myself. Ja hoor, alles is een fucking combat. Cheers, Nick! Ah, oh, meen je dat nou? Dat was off. Oeh, daar werd ik gesniped. Ja. Fucking hell.
Enemy reinforcements, I don't like this. Hebben we al de beta gehad? Oh, dit is gewoon een ander stukje nu. Moeten wij defenden, oké. Beetje weird. Dat wist ik niet. Enemy locking, maar waar dan? Waar vandaan? Fucking kut heroes. Sterf. We hebben even heavy nodig, man. We hebben even heavy nodig. Dit moeten we wel redden. Kunnen we A ook pakken? Kom op. Die fucking jetpacks zijn wel cool, man. Nee! Oké. Kom op. Pushen. Is dat Bosk? Weet je, als ik precies bij dat punt ga staan, dan ben ik natuurlijk zo dood. Komen ze nu alleen maar daar vandaan? Volgens mij zag ik nog een hero. Ik weet niet welke het is, maar... Oh, Darth Maul gewoon weer. Ik zie hem al daar. Dat is Anakin. We gaan gewoon on the offense. Terwijl we de fucking dingen al klaar hebben staan. Dit gaan we wel redden op deze manier. Als jij nog bepaalde zaterdagen hebt dat je niet kan, moet je het ook even invullen. Ja, zeker. Nee, maar ik probeer me aan te passen aan jullie. Dus dat moet wel goed komen. Ik heb verder nooit echt dingen lang vooruit gepland staan. I just roll with it, man. Gaan we deze redden? Woehoe! Ja hoor. Ah, kijk. Dat is een lekker eerste potje, toch of niet? Ik moet zeggen, dat vond ik prima gaan. Dat is natuurlijk absoluut niet een van de beste, maar ik vond het nice, man. Ik vond het echt heel nice.